Welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe NEC-update op deze onstuimige vrijdag richting de wedstrijd van morgen. Dan is Go Ahead Eagles de tegenstander. Ja, en die training van vandaag verliep ook een beetje, kijk, stormachtig. Hè? Het was koud, het was guur, maar toch werd er getraind. Eerste vraag maar eens aan trainer Rogier Meijer en aan Robin Roefs. Ja, hebben we gisteren nog pakjesavond gevierd? Ja, zeker. Ik heb ook nog een heel klein zusje, dus die vindt het ook nog superleuk om te doen. Dus ik heb het zeker gevierd, ja, met het gezin. Nee, dat hebben we vorige week al gedaan. Dus bij ons, kan ik dat zeggen, gelukkig niet. Nee, het is prima zo. Druk allemaal en die kinderen worden helemaal gek gemaakt. Dus ik was blij dat dat vorige week al gebeurd was. Ja, dan nog even terugkijkend op de afgelopen twee wedstrijden. Ja, er werd niet gewonnen van FC Utrecht. Je speelt uitstekend tegen Ajax, wint ook niet. Wat doet dat met een ploeg? Kijk, ik denk dat we aan de ene kant kunnen meenemen dat we ons kunnen meten aan de goede teams, aan de teams die bovenin staan. En aan de andere kant is het natuurlijk heel jammer en frustrerend dat we daar geen punten hebben gepakt. Terwijl we wel hebben laten zien dat we heel goed mee kunnen en misschien zelfs meer kans creëren dan Ajax bijvoorbeeld. We kunnen niet elke keer maar zeggen, ja, we hebben goed meegespeeld, we hebben goed gespeeld, maar niet gewonnen. Het gaat ook om punten en uiteindelijk moeten we daar een stap in maken. Dus in beide 16 meters ja, zullen we nog doortastender moeten zijn, nog roekzichtlozer moeten zijn om de punten binnen te halen. Hoe vaak heb je de kansen tegen Ajax nog teruggekeken of helemaal niet meer? Jawel, toen ik thuis kwam heb ik de wedstrijd nog een keer gekeken en de volgende dag de gecodeerde beelden. Dus ik heb het wel gezien en ook de kansen zaten erbij. Dus ja, dat is balen om ze weer te zien. Alleen ja, de knop moet ook om en dan ga je weer door. Gisteren verscheen er een lijstje van de ESPN online met de meest opvallende spelers van dit jaar. En in het doel onze Robin Roefs. Ja, dat is heel mooi. Dat ze je, ik weet niet wie dat kiezen, maar dat ze je daarvoor uitkiezen. Ja, leuk. Ja, ik weet hun criteria niet. Dus ik denk jonge keeper. Volgens mij heeft hij ontzettend hoge reddingspercentage ook. En hij heeft ook al een paar keer natuurlijk een aantal ballen die hij eigenlijk nog had willen pakken laten gaan. Maar ik denk dat het een jonge keeper is met heel veel potentie. Die ook laat zien, denk ik, dat hij dit niveau aan kan. Dus wat dat betreft, misschien is dat hun criteria. Maar dat zou je aan ESPN moeten vragen. Ja, toch als je gaat kijken naar dit seizoen zelf, heb je ook een aantal fouten gemaakt, zo eerlijk moeten we zijn. Hoe kijk je daarop terug? Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Ik wil er ook niet te veel op terugkijken eigenlijk. Het is gebeurd, het is niet goed, het moet beter. En daar gaan we voor de komende wedstrijden om te laten zien dat het beter kan en ook beter moet. En ja, wat anderen daar dan heel veel van zeggen, ja, dat probeer ik niet te veel van mee te krijgen en krijg ik ook eigenlijk niet te veel van mee. Alleen feit is dat ik beter kan en beter moet. Dus daar hou ik me vooral aan vast. Toch is er ook wat kritiek op Robin Roefs. Hij maakt natuurlijk wel wat foutjes. Wat vindt de trainer eigenlijk van al die kritieken? Ik heb geen tweestrijd en ik heb ook geen twijfel over hem. En we hebben bewust gekozen voor een jonge keeper met potentie. Nou, die zal ook wel zijn fout maken. Als je even kijkt naar zijn collega Jong Oranje, die keept bij AZ. Nou, daar zie je dezelfde dingen in terugkomen. Dan is denk ik vastberadenheid en vasthouden aan je plan is het allerbelangrijkste. En dan kijken we naar de wedstrijd van morgen. Ja, NEC heeft het altijd wel lastig daar in Deventer tegen Go Ahead. Ja, uit bij Go Ahead is altijd lastig. Dat geldt voor iedere ploeg die daar speelt. Ik denk dat klopt. Ze hebben fysiek vermogen, maar ze hebben ook voetballend vermogen, zeker voorin. Maar goed, we hebben ook altijd laten zien dat we daar niet zomaar weggespeeld worden en dat we het hier thuis ook tegen hun goed kunnen doen. Nou, en voor ons is het morgen denk ik een hele goede uitdaging om het niveau wat je de afgelopen anderhalve helft hebt gehaald, denk ik, om dat morgen te laten zien. Kijkend naar de training en naar de selectie vandaag, dan kunnen we volgens mij voor het eerst dit seizoen alle namen aanvinken van de spelers die fit zijn. Volgens mij ook. Volgens mij zijn we compleet. Dus dat is prettig. Zeker in deze fase. We spelen in 2 weken nog 4 wedstrijden. Nou, dan is het lekker dat we wat te kiezen hebben. Ja, maakt dat de keuze dan lastiger voor je? Of had je toch al iets in je gedachten dat je ergens aan vast wil houden? Nou, ik heb wel iets in mijn gedachten, maar kiezen is altijd lastig. En zeker omdat je op sommige plekken denk ik goede kwaliteiten hebt. Die Pietje of Jantje, zeg maar. Hè, dus dan heb je iets te kiezen. Is altijd lastig, maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk doen we het met elkaar, met alle jongens die we hebben. En wat ik al zeg, we hebben 4 wedstrijden. Dus daarin zullen we ze allemaal wel nodig hebben. Goed, de puzzel is gelegd door trainer Rogier Meijer al. Hij weet in ieder geval al welke 11 namen er morgen op het wedstrijdformulier gaan staan. Is daar veel verschil in ten opzichte van vorige week?
Ik denk het niet. Misschien de enige wisseling zal zijn van Krooi voor eventueel Eunal. Maar voor de rest denk ik dat hij met dezelfde spelers gaat starten. Goed, morgen om 16:30 wordt er afgetrapt in Deventer. Kunnen niet bij zijn. RN7 is er natuurlijk wel bij met de radio. Hoef je niks te missen van die wedstrijd. Na afloop natuurlijk de interviews nog. Maandag zijn we er met een nieuwe podcast. Dan zij Visser te gast. En volgende week natuurlijk weer een nieuwe NEC-update. Dus graag tot de volgende.